Goedemorgen, Zondorgen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb besloten om deze week lekker te gaan weekvloggen. Ik weet ook niet waarom, maar het kwam opeens in me op. Ja, dus jullie hebben maar te kijken. Nee, grapje hoor, grapje. Zoals je merkt ben ik net wakker. Ik ga zo meteen eerst even laten zien wat ik aan heb. Ik heb het ontbeten, mijn spullen ingepakt. En het waait dus echt super erg buiten. Want gisteren was dus Ciara of Kiara of zo. Het ene nieuwsding zegt Ciara, de andere zegt Kiara, ik weet het maar niet. Ja, dat was dus gisteren, maar nu waait het nog steeds. Dus mijn moeder gaat me brengen. Feesten, woehoe. Ja, dus ik ga even eerst mijn huis laten zien en dan gaan we naar school. Nee, even serieus jongens. Normaal kan ik best wel goed opstaan, weet je. Maar vandaag? Nee, ik had echt moeite gewoon. Dat ik dacht, waarom gaan we naar school? Waarom doen we dit? Toen dacht ik, oh ja, later, baan, geld, allemaal handig. Maar ik had er gewoon even geen zin in. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga sowieso niet per se iets bijzonders doen deze week. Maar ja, als het hem niet wordt, dan post ik hem gewoon niet. Of dan upload ik hem gewoon niet. Dus ja, we gaan er zelf maar gewoon wat leuks van maken. Mensen, dit heb ik dus aan. Dit groene jasje. Deze broek is van Oni, dat is het enige wat ik weet. Deze schoenen zijn van Stan Smith en mijn hoofd is uit de baarmoeder van moeder. Dames en heren, we zijn weer terug van school. Wat een overbelichtheid. Ik had dus heel leuk mijn camera meegenomen naar school. Omdat ik twee tussenuren had. Dus toen dacht ik, misschien gaan we wat doen. Of misschien even leuk voor de vlog iets. Maar nee, niet gedaan. Dus ja, daar ben je niet heel veel aan. Ik ben net thuis gekomen. Moeder had me gehaald. Dus ik hoefde niet met de bus terug. Oh. Even een momentje stilte voor mijn moeder. En door. Wat ik nu ga doen. Ik kom er net achter dat ik het huiswerk voor morgen al af heb. Oh, echt even wat lichtpuntjes in mijn leven. Weet je wel, dat heb ik echt nodig. Maar even wat ik nu ga doen. Ik heb dus een boekje. Vorige week was ik bij een event. En toen kon je dus boekjes laten maken. En dan moest je opschrijven op een papiertje wat je erop wilde laten zetten. Dus ik heb gewoon mijn naam gedaan. Nou, super schattig natuurlijk. Het is gewoon gratis, dus nou ja, helemaal top. Weet je wel, meenemen. En toen had mijn moeder, die was er ook bij, die had toevallig ook eentje voor me gemaakt. Dus nu heb ik er twee. Loving the life. Wat ik dus nu wil doen, zeg maar. Ik heb gisteren even op Pinterest gekeken. Ik wil dus een soort van journal maken in een van die boekjes. Dus ik heb al wat spulletjes gepakt. Dat is niet waar. Ik moet nog even wat meer spullen pakken. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, jongens. Ik heb dus ja, de gouden en de blauwe. Maar ik denk dat ik voor de blauwe ga. Ik heb potloden. Ik heb die mini geo-achtige dingen. Pennetje, potloodje. Wat tapejes. Ja, mijn etui. En nog allemaal stiften en markers en dat soort dingen. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Waarschijnlijk ben ik na één bladzijde al helemaal klaar. Met, ja, dit doen. Maar we gaan het vanzelf zien, weet je. We gaan er het beste van maken. Jee, mag ik lijken of ik er zo. Is dat niet te doen, jongens? Nou, ik ga gewoon beginnen. En ik zie wel waar het eindigt. Even zonder grappen. Dit is heel leuk. Ik ben tot nu toe best trots op mezelf. Let op, hè. Kijk. Ik ga het op een andere manier filmen. Oké. Kijk, ik heb dus nu even schetsen gedaan. Dit is super leuk. Ik ga dit nu eventjes, ja, zichtbaar maken. We zijn inmiddels anderhalf uur verder en ik word er een beetje gek van. Nee, grapje. Ik ben best trots dat het er nu uitziet. Dit heeft het zo verpest. Ik ga het jullie laten zien, hou je vast. Dit hier. Dit heeft het allemaal verpest. Deze kleur. Waarom heb ik gedacht dat ik deze kleur hiervoor wilde gebruiken? Dat is echt wat ik mezelf nu afvraag. Ik heb oprecht een neiging om oprecht helemaal nieuw te gaan beginnen. En ik denk dat ik dat ook ga doen. Ik denk dat dit een proces is met vellen en opstaan. Ik vind het zo lelijk daardoor. Ja, ik ga denk ik opnieuw beginnen. Ik heb er echt geen zin in. Ik haat dit. Er is zojuist iets heel erg heftigs gebeurd. Aanschouw. Het leven is zo oneerlijk.
En ik moet ook gewoon in de lens kijken. Waarom doe ik dat niet? Oh. Jongens, ik ben best wel een beetje trots op mezelf. Ik moet echt niet in het schermpje kijken. Het is echt irritant. Oh my god. Oké, ik ga het jullie nu laten zien. Hou je vast. Boom! Oké, hier staat mijn nummer, dus ik heb even mijn hand erop gelegd. Ja, ziet er toch best leuk uit, denk ik dan. Ja, dus daar ben ik super blij mee. Ik vind het eigenlijk wel goed voor vandaag. Ik weet ook niet wat ik met mijn haar doe. Deze dag hebben jullie niet heel veel aan, want ik heb het idee dat ik toch alleen maar aan het praten ben over dat journal ding. Dit is trouwens het touwtje van Kaura. Zie je even hoeveel scheid ik heb aan gewoon slechte content. Het is niet te doen. Ik ga zo eten, want ik heb echt heel veel honger. Maar ik ga eerst een piano spelen, want daar heb ik zin in. Hallo en welkom bij het slechts belichte deel van mijn huis. Waar hebben we zin in? Het gaat weer helemaal fout. Ja. Oké, we hebben hier de akkoorden op de telefoon. Oh, ik ben echt in love met het nieuwe album van Maan. Het is het beste nummer ooit gemaakt. Nee, dat is niet waar. Maar wel een heel goed nummer. Lyrics, ja, zo heet dat. Oh, wat kan je wel, wat kan je wel. Ja. Steeds weer voel ik me veranderd. Het doet geen zeer. Ook al is het anders, het is goed. Dit was niet de beste pianosessie van mijn leven. Dus ik kreeg zojuist echt een harde val. Want ik dacht dat ik de oplader van mijn batterij van mijn camera was kwijtgeraakt. Maar praise the Lord, gelukkig niet. Hallo mensen van het goede leven. Het is vandaag dinsdag. Ik ben al naar school geweest. Ik ga lekker eten. Ik ga vanmiddag dansen. Maar eerst moet ik nog even leren. En eigenlijk heb ik verder niks te doen. Niet heel veel speciale dingen te melden, weet je. Vooral het weekend wordt leuk, denk ik. Dit is zo zinloos, wat ik hier vertel. Ja. Ik heb juist 1,5 minuut een video gemaakt. En ik 20 woorden gezegd of zo. Ik heb gewoon heel veel zin om te eten. Maar ik heb niet zoveel honger. Ik heb net foto's gemaakt. 485.000 om precies te zijn. Maar ik vind echt dat ik er meer moet gaan posten, jongens. Het is echt niet oké. Zo zien jullie maar echt dat ik echt niet bezig ben met influencer of zo. En ik moet echt in de camera gaan kijken. Ik had het koud. Helemaal buiten adem van één trap, maar goed. Waarom ben ik zo buiten adem van één fucking trap? Jongens, soms wil ik echt een kat zijn. Maar echt graag ook gewoon. Soms wil ik echt een kat zijn. Je doet werkelijk helemaal niks. Je kan 24.000 uur op een dag slapen. Kunnen we heel eventjes aandacht krijgen voor de kop? Nee, maar ja, ik wil echt een kat zijn. Oké. Ik heb even niet zoveel zin in de interview. Nou, krijg je ook niet veel reactie van. Ik ben zoveel onzin aan het lullen tijdens deze vlog. Oh mijn god. Echt excuses. Dit ligt ook. Wat, waar? Ik film ook 9 van de 10 keer vanaf hier. Hier, Anne. Dit maakt je mooier. We gaan bio doen. Oké, hallo. Tijdens het huiswerk moest ik even aan iets denken. Ik woon dus vlakbij een middelbare school. Het is zeg maar een speciale middelbare school. Het is ook een super dure school. En altijd als ik dan iets van 2:30 uit ben of zo en ik ben naar huis gefietst, dan ben ik dus bijna thuis en dan zie ik hun allemaal richting de bushalte lopen of weet ik het wel, of wegfietsen. En oh mijn god, die mensen zijn zo knap. Maar echt zo knap dat ik echt denk, jij woont in mijn land.
En sommige ook niet heel erg ver van mijn huis vandaan. Waarom heb ik jou nog nooit gezien in de Albert Heijn of zo? Het is best wel oneerlijk, zeg maar. Ze zijn echt heel knap. En zeg maar, wat ook vervelend is, is dat ik dan naar huis ben gefietst. En 25 minuten lang in een tegenwind heb gefietst. Dus alles zit 2 meter naar achter. Dus het is ook niet de meest sexy look die ik dan heb. Dus ja. Nou, dat wil ik toch even met jullie delen. Ja, succes. Doe er wat mee. Dames en heren, we gaan dansen. Sorry voor de slechte belichting, maar dit is mijn dansbroek. Oh, ik val. En ik doe deze roze hoodie aan. Ik ga nu naar dansen. Ik vind het heel eng. Ik sta nu bij de bushalte. Over hoeveel minuten komt hij? 4 minuten, jongens. Let's go. Nee, jullie denken echt waarschijnlijk dat ik vast blij ben. Oh, kut. Oké, nu ga ik stoppen met het vloggen, want ik vind het heel awkward. We hebben dus iets nieuws. Een fontein. Slurp. Hallo. Het is vandaag woensdag. Ik ga zo meteen naar school met fiets. We gaan weer lekker fietsen, meiden. En halverwege de schooldag komt moeder me even ophalen. Want dan gaan we naar het ziekenhuis. Want ik moet bloed prikken. Nou ja, geen probleem. Want ik heb 2 weken geleden heb ik dat ook gedaan. Dus nou ja, weet je, we overleven het wel. En ja, dat gaan we eigenlijk doen vandaag. Daarna kom ik weer terug en dan ga ik weer huiswerk maken. Nee, dus ja. Ik wil het toch even tegen jullie zeggen. Ik heb overgeklikt. Zo makkelijk zaar stoel. Ja. Het komt er gewoon niet, hè. Ik maak geen grapje. Kan je ook inzoomen? Hier zo, ja. Hier zo, ja. Dat is heel ongemakkelijk, Saar. Kut, Anne. Ik vind het echt heel naar dat je dit niet doet. Hallo lieve mensen, wat goede leven. Ik ben weer terug van school en van het ziekenhuis, want ik moest dus bloed prikken. Kijk even mijn oorlogsmond, jongens. Je ziet werkelijk echt helemaal niks, maar goed. Allemaal goed, het bloed prikken. Jullie hoeven je geen zorgen te maken, ik ga niet dood. Maar ik heb dus ook eventjes nieuwe kleren gekocht. Dus die ga ik eventjes laten zien, want ik dacht dat het toch wel leuk, weet je wel, voor de vlog. Ten eerste hebben we dit. Het is pastelblauw. Ja, nu zie je het een beetje. Het is pastelblauw met witte letters op Friday erop. Deze trui van de Only. Dat is de eerste trui. En ik heb dan eventjes wat anders gehaald. Wat ik niet 1, 2, 3 normaal zou halen. Maar het is dus een soort van geruit ding. Dus het is ook heel erg leuk. Dan heb ik 2 broeken gehaald. En ik weet nog steeds niet waarom ik zo overbelicht ben. Oké, ik heb dus 2 broeken gehaald. Deze lichte spijkerbroek. Oh, trouwens, die trui was van de Only. Deze was ook van de Only. Deze is van Cup of Joe. Denim. En dan een broek van de Fila. En dan gewoon een leren broek, want ik wilde echt heel graag een leren broek. En ja, daarom heb ik hem gehaald. Dus dat zijn de kleren die ik heb gekocht. Niet super veel. Maar wel allemaal heel erg leuk. Ik ga verder deze dag niet zoveel doen. Ik ga gewoon een beetje chillen. Ik weet niet of ik vandaag nog ga vloggen, maar we gaan het vanzelf zien. Er is zoiets ergs gebeurd. Ik had dus... Het is nu inmiddels zondag. En ik had dus echt een super leuk weekend gehad. Het was echt super leuk. Ik heb een feestje gehad en zo. In voorbereiding heb ik alles gevlogd. Wil ik ze dus importeren van mijn SD-kaartje naar mijn iPad om te editen? Heb ik ze allemaal verwijderd? Allemaal! Alles is weg. En ik had echt veel beelden gemaakt ook van het feestje en zo. Het was zo'n leuke vlog geworden. Heb ik die beelden verwijderd? Ik kan wel janken, echt. Maar ik ga ook echt aan de andere kant ga ik ook heel erg stuk. Wie de fuck doet dit? Echt, jongens. Het is niet te geloven. Hoe dom kan je zijn? Maar even serieus, hoe dom kan je zijn? Het was zulke leuke beelden. Zo leuk, allemaal. Ook gewoon leuk voor de mensen die het feestje gaven, snap je? Ik wil mezelf echt staan. Jongens, ik heb dus net op mijn story gegooid wat er allemaal aan de hand is. En
Ja, jullie zijn echt super lief. Jullie zeggen dat ik de vlog gewoon sowieso moet plaatsen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ik vind het zo stom. Echt, oh mijn god. Hoe dom kan je zijn? Maar ja, weet je. Ik ben nog geen officiële YouTuber, vind ik zelf. Dus ja, fouten maken mag, weet je wel. Dus het gaat nu inmiddels in ieder geval nooit meer gebeuren. Dat weten we wel allemaal zeker. Ja, ik heb dus een heel leuk weekend gehad. Maar helaas hebben jullie daar niks van kunnen zien. nee, maar het komt goed. Ik ga, zeg maar, ik heb nu nog een weekje school. En dan heb ik de week daarna vakantie. Dus ik denk dat ik die week ook ga vloggen. En dan ja, komt het helemaal goed. Dus jullie hebben nog steeds een hele leuke vlog van me te goed. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog leuk vonden. Sorry voor de fout die ik heb gemaakt. Maar ja, weet je, ik kan er ook niet zo heel veel meer aan doen. Ik hou van jullie. Ja, doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je me leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En geloof me, ik word echt nog wel een betere YouTuber dan dit. Dus het is het waard om te abonneren. Ik hou van jullie.